Hij loopt erbij. Bij het fort. Hij staat nu even. Twee mensen. Ja. Oh! Oh! Oh shit! Wat? Wat de hel? Oké, Roy, waar wil je heen? Ik vroeg jou wel. Mag ik het callen? Ja. In dat geval gaan we naar mijn hometown, naar mijn city. Is goed. Toevallig ook burgemeester. Let's go. Oh, oké. Okay. Energy Acres. Anarchy Acres. Yeah, Wayne. Equans. Alright, ik ga denk ik gewoon op het dak landen van grootmoeders huisje. Is goed, is goed. En dan zien we het wel. Ik zoek ook wel even een mooie plekje uit daar. Ja, je hebt zat mooie plekjes. In de schuur. Oh my god. Je kan dit denk ik best die paard zo pakken. Ja, klopt. Let's go. Vind je het erg als ik af en toe de chat en donaties en shit er doorheen lul, zeg maar? Nee, tuurlijk niet. Okay. Dat is toch een streampje, jongen. Ja, dat is wel... Gewoon doen. Is goed. Oké. Okay. Gabriel doet dat een 4-8 niet. Je bent voor mij een Fortnite voorbeeld. Hey. Dat vinden heel veel mensen, alleen ik zelf dat niet. Dat is nog een compliment. Dat is best wel een goed compliment, ja. Hey, Gabriel, doet super dank voor je 4 euro. Thanks voor de support, thanks voor de donatie. Super sick. En dat waardeer ik enorm. Mooi complimentje. Super sick, thanks. Hey, ik heb een scar. Oh, lekker. Ja, ik krijg dus weer een pistol, hè. God. Oh shit. Er zijn wel echt vet veel packets in mijn huis. Nee, kom eraan. Ik help je. Ik heb hem genokt. Oh, lekker. Ik zag ook een paar mensen rondlopen hier, inderdaad. Het is flink druk. Ja, het is echt. Okay, ik heb een tactical hebben. Ook. Dat is chill. Shotgun in ieder geval. Zo. Hoppa. Oh, een hele goede dag. Goedendag. Even kijken. Ik heb mijn scar nog even deze kant op. Die lagen nog niet. Oké, die neem ik wel mee. Buiten een aantal mensen. Ja, ik hoor ze. Laten we erheen gaan. Hello, my dudes. Hello. Where are you at? Ah, ze zitten bij die. Ja, ik zie ze. Heel verschoten daar. Paardstal volgens mij. Ja, oh ja, ik zie ze staan. Man. Zo, ze hebben één zieke fight daar, man. Ik kan nog geen moet je daar altijd heel graag mee. Vind ik altijd leuk. Ja, lekkere kills op pakken. Hier, wacht. Genaamd. Kijk, ik heb zitten achter de boom. Ik weet niet of ze eentje zit te maaien. Echt gewoon letterlijk de gras maaien met zijn scope rifle, jongen. Hoor je dat? Gewoon doef, 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 doef. Echt niet normaal. Ik ga het dak op hier. Ik ken eigenlijk niet zo goed spul. Oh, zit er een gat in het dak. Oh, shit. Heb je hem? Nee, er was iemand nog hier. Oh, ik zie hem! Ik heb het gepusht. Ik zie hem ook. Ik heb hem. Lekker, man. Lekker, lekker. Woehoe! Ik heb een trap gevonden. Ik ga heel veel mijn raam dicht doen, het is vies koud hier. Ja, dat is wel handig, hè. Ik heb hier trouwens nog, een... Oh, shit. Zo, anders was het iets te koud en dan gaan we één memo, Ja, dat is kut, dan krijg je van die koude handen en dan lukt het gewoon niet meer. Okay, ja, dat is echt kut hoor. Maar aan de andere kant vind ik het ook vreselijk, zeg maar door het streamen. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ja, die hitte. Zo'n studiolamp, weet je. Ja, die hitte, man. Ja. Maar dan, ik heb gelukkig zo'n airco hangen, dus dan gooi ik gelijk mijn airco aan. Dat is wel lekker. Dat compenseert het weer. Dat is wel nice. Jij krijgt altijd een vol rode kop. Ja, ik krijg zo'n rode kop ervan. Ja. Van die hitte gewoon helemaal. Nice. We zitten trouwens perfect in een cirkel, hè. Oh ja, dat is wel lekker. Oh, ja. Nice. Dat is ik heb nu ook wel gewoon AR's en zo, dus dat is wel lekker. Oh, hier ben je zoveel. Reloaden. Eens even kijken. Ben jij al bij deze twee hutjes geweest? Ja, daar was ik gespand. Nou, nice. Ja, daar lag een mooie pistol en een tactical. Dus... Oh, nice. Ja, ik heb een paarse tactical en ik heb een paarse scar. Oh, ja, nou. Oh, dus alles lekker paars. Yes! Ja, en ik heb ook nog een. Pump, ik vind dat zo relaxed, jongen. Ja, je eerst schiet met je pump en dan switch je naar je tactical of nog een pump en dan bop. Dat is zeker wel chill. Ik heb een hoe heet zo'n ding? Een grenade launcher heb ik nu gepakt. Oh, dat is ook wel relaxed. Heb je dus wat rockets nog? Ik heb er 12. Ik heb een shield potion voor je hier zo. Oh, dat is ook wel lekker, ja. En heb ik rockets? Ja, ik heb 2 rockets voor je. Oh ja, nice. Dan kunnen we dat ook weer gaan gebruiken. Ja, zeg maar het hutje helemaal. Hier waar jij bent, oh ja, nou, hier zo gewoon. Ja. Ik zo moeilijk doen. Hallo, hier ligt een shieldpootje. Ik dacht helemaal na over het kal. Ik zat te denken, ja. Ik loop gewoon naar je toe. Ik denk van, het zal daar wel ergens zijn. Ja, precies. Nou, even opdrinken. Zo, koude handjes. Even. Oké.
vreemd. Ja, jij speelt met toetsenborden, dus dan merk je dat nog erger. Ja, dan, jij met controller, zag je? Ja, man. Ja. Zo relaxed. Ja, ik ben het gewoon niet gewend eigenlijk te zijn, ja. Nee, precies, dat heb ik ook. Ik ben dus heel erg gewoon, zeg maar, toen Fortnite net uitkwam, toen speelde ik het op console, gewoon op de Xbox One. Oké. Maar ja, toen kwam ik erachter dat het echt crappy was. Dat het echt gewoon lage FPS en weet ik veel wat. Ja, precies. Toen dacht ik van, laat ik het lekker op de PC gaan spelen. Maar toen was ik natuurlijk al gewend aan de controls op de controller. Dus toen, ja, dacht ik van, ja, ik kan wel gaan leren hoe je met toetsenbord moet spelen, maar... Ja, dat is gewoon lekker op de controller. Ja, nou, als je daar gewoon goed mee bent, dan is het gewoon prima. Yes! Prima. Ja, dus daarom... Motel. Zijn ze lekker op de controle. Ja, meestal wel geloof. Ja, ik ben hier echt legit nog nooit geweest. Echt niet? Nee, echt niet. Ik ah, het is wel gruwelijk hier al. Het is echt een beetje Amerikaans of zo. Alleen ja, je kan al zien overal trappetjes en zo. Dus alles nou, zo geloot. Nou. Zie ik nog mensen ergens lopen of zo dan? Joep. Eens even kijken. Ik zie niet echt mensen. Nou, dan gaan we hier even over naar achteren maar. Ja, dat is lekker hoor. En kijk, je hebt hier ook een mooie duikplank. Moet je kijken. Maar ja, dan kun je toch springen? Yes, het werkt ook echt als een duikplank. Dat is het meest geniale hier. Dat wil ik even zien. Ik zie je naam gewoon omhoog gaan dan. Ja man, dat is echt geniaal. Maar is er geen water in, dus je breekt je enkels als je neerkomt. Oink. Hey. Ja. Ja, het werkt gewoon als een band zeg maar. Oh ja, ja. Jij bent een vader, ja. Ja, ik dacht even een muur eruit. Dat is echt even kijken. Alles is gewoon geloot. Elke ammo box ja, ook man. Volgens mij. Alles. Mm-hmm. Dat is best wel in motels. Als je daar nog late game heen gaat, dan... Ja, precies. Wat dan loot het. Dat is een Pleasant Park of zo, of... Die cities en alles. Ja, die cities inderdaad. Alles van echt. Ik moet alleen wel even nog een andere AR zien te vinden, want een beurs is niet mijn ding. Oh ja, dan gaan we dat inderdaad even regelen. Gaan we daar even op, naar op zoek. Yes. Nu wat boompies. Mm-mm. Ik vind dat nog steeds echt het chillste, man, als je gewoon lekker veel resources hebt. Dat ja, gewoon oneindig bouwen eigenlijk bijna. Ja, met hout of zo, of ja. Steen, whatever. Ik vind dan hout wel het chillste. Ja, dus dat, je zelf dat wel verdedigen. Zo snel, ja. Oh, oh ja, daar is die glitch. Die building glitch. Ja, echt hè, ik word daar ook gek van gewoon. Echt, niet normaal. Dit was gewoon het levende bewijs dat die building gewoon nog steeds alive is. Oh. Ik zag gewoon dat je die trap bouw en dan nee, ja. Zo'n muurtje. Oké, hop, even die boompjes allemaal hakken hier. Ja, dat is lekker hoor. Ik heb nu 473 gehad. Oh nice. Wat? Ik heb 398, dus ook prima. Oh, dat is nice. Zullen we hier de berg op klimmen? Of, Ik vind het prima. Op zich is dat wel relaxed. Ja. High advantage. Oeh, erg goed, even zien. Dat is denk ik achter deze berg. Oké. Ik vind het wel raar man, want ze hebben allemaal tweets geplaatst dat al die bugs eruit waren en zo, dat ze elkaar bezig waren geweest en dan zit nog steeds die building bug in. Het is wel echt een hinderlijk ding hoor, want ja, in fights en zo is het helemaal erg gewoon dat je dat personeel... Vooral voor echt die beste streamers weet je wel, die worden er helemaal gek van. die doen niks anders dan bouwen gewoon, weet je wel. Die bouwen net niet de hele map over, gewoon van links naar rechts. Die vinden dat helemaal vreselijk. Oh, we zitten weer in de cirkel. Oh, lekker. Pleasant Park. Zou ik gewoon heen gaan? Is goed, ik denk dat daar wel mensen zitten. Ja, waarschijnlijk wel. Hebben er lekker een tentje opgezet ofzo. Nou, dan gaan we die tent maar eens even slopen. Ja, zeker weten. Even kijken. Oeh, lekker glijden. Heb jij al een sniper? Nee, ik heb alleen een burst en een rocket launcher die echt chill is. Ja, en een pump, dat is ook wel nice. Oh ja, dat is wel relaxed. Ja, precies. Even kijken. Ziet er niet heel geloot uit of zo. Mensen, zijn jullie hier? Zijn we hier echt alleen? Nee, alle deuren zitten nog dicht. Ja, dat viel me dus ook al op. Alsjeblieft geen trap, dan ga ik echt huilen. Nou, dit is gewoon unloaded, dude. Gast, dit is serieus unloaded. Gewoon het hele huis waar ik hier ben. Oh, nice, ze kunnen gewoon even. Dus ik heb zo'n vermoeden dat dit gewoon, dat het, deze hele stad gewoon unloaded is. Dat zou echt bizar zijn. Dat zou echt heel mooi zijn. Dat is nooit zo, ja. Dat heb ik echt wel nooit meegemaakt. Oh, Scar, let op. Oh, ik heb wel die, hoe heet zo'n ding? Ah, ik weet... Die Chuk Chuk. Nieuwe shield. Ja, dat ding. Oh ja, ik heb een blauwe AR voor je. Oh. Oh ja, je hebt Scar. Ik kan hem alleen niet... Ja, ik kan hem wel meenemen. Hij komt naar je toe, ik ben er al. Oh, kijk hi. Ik heb een donatie gekregen van Gabriel Doet, een eurotje. En hij zegt, zeg maar wanneer je moe wordt van me.
Je doet net al 3 keer achter elkaar of zo. Super dope in ieder geval. Nee jongens, ik word nooit moe van jullie. Nou, een paar mensen daarna dan, maar hey, super dope jongen. Thanks voor de euro. Super sick. Nou, op een paar mensen daarna dan. Ja, zomaar mensen hoor. Jongen, jongen, jongen. Ja, dat is, ik weet er alles van. Ja. Ja. Wat hebben we hier? Nog een pumpy, maar ja, die heb ik al. Die kist hier nog in het midden. Helemaal niet geloot. Oh, oh mijn god. Wat heb je? Een legendary scar. Dude! Holy shit, ik heb een paar scar. Jij hebt gewoon een legendary. Ja. Dat is echt sick. Hier ligt wel een shield voor je. Hier, kijk zo'n 50 ding. Ik laat hem in het midden liggen. Dat is wel heel erg relaxed. Ja. Hij ligt, ja, je ziet hem denk ik zo wel. In het midden. Ligt hij op de middenstip? Ja. Nou, nice. Niet op het voetbalveld, maar daar is zeg maar noord van. Ik heb die legendary item, ik ga die gewoon nu innemen. Oh ja, dat is nog beter. Die combat. Is goed, is goed. Dus dan kan jij die shield in principe meenemen. Als je plekje vrij hebt, anders neem ik hem wel mee. Hoor. Ja, ik heb geen plekje vrij. Ik hou die ton nog even in mijn hand. Maar dan ga ik hem wel meenemen. Is goed. Nee, die legendary item trouwens, ik neem die altijd gewoon in wanneer het eigenlijk kan. En ik hem best wel redelijk kan gebruiken. Want in combat gebruik je hem toch nooit. Ja, dat duurt veel te lang om erin te nemen. Zo lang, jongen. Ja, man. Dat kan niet. In the heat of the moment kan jij niet zo'n potion innemen voor 15 seconden. Er zijn eigenlijk die slurp en die mini-shields voor. Ja, inderdaad. Oh my god, ik heb er nog zo één. Ik kan hem niet meenemen. Nog een legendary scar? Nee, die Chuck. Die Chuck heb ik weer. Ik dacht al, ouwe. Je kan er maar één meenemen. Oké, okay, dat wist ik niet. Oh, stekken ze niet? Nee. Ik denk dat de OP denk ik is, oké. Okay. Nou, ik zou die dan, als je een plekje vrij hebt, zou die meenemen voor die shield. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik dan liever mee zou nemen, hoor. Ik denk dan eigenlijk dat ik die volle shield mee zou nemen. Ja. Want die kan je dus snel even innemen, weet je wel. Ja, dat is... ja ik hou het gewoon zo. We zien het wel. Misschien komen we ooit hier terug in een gevecht en hebben we hem nodig. Dan maak ik hem daar. Ja, is goed. Dilemma's met wat we ook kunnen doen, is dat we hem gewoon verstoppen in een fortje. Een mini fortje met een trapper. Ja, dat ga ik zo wel doen. Dat is wel goed. Dat hebben we net zo over. Ik heb hier nog een slurp. Ik neem hem wel gewoon in. Ja, dan heeft iemand... Loot te veel. Ja. Oh my god, ik heb ook een sniper. Ik weet niet meer wat ik weg moet doen. Holy shit, ouwe. Oké, ik doe dit wel. Ja, ik heb ook een sniper. Ik heb semi-automatische. Het is allemaal eluded. Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Ik ook niet. Echt, hè? Oh. Het is echt next level bizar. Is dat zo? Ja. Ik ga nou naar de middenstip toe. Yo. Of in ieder geval, ik dacht dat ik iets hoorde. Ja, ik zie mensen. Oh ja, oké. Zuid. Bij mij in de buurt, bij de middenstip? Ja, redelijk hier. Op zuidwest denk ik nu. Tussen die bomen lopen ze allemaal. Oké, kom maar aan. Ja, oh, ze zijn aan het vechten volgens mij. Is er één? Ik ben bij jou weer. Oh, ik zie hem. Hop, dat zijn de lekker, twee. Man. Lekker. Oh. Ik zag er nog iemand lopen, maar ik weet dus niet of dit... Ja, ik weet niet of dit het was. Hmm. Wow, er is helemaal omhoog gebouwd. Daar is veel gebouwd, gek. Holy shit. Damn. Hebben ze er echt een kunstwerk van gemaakt? Ja, gewoon een hele... Ja, wat... Oh, ik zie allemaal schoten. Ja. Op Northeast. Daar zitten mensen te schieten. Northeast. Zijn de buren lekker weer aan het boren hier? Lekker. Ja. Ik dacht al, what the fuck is dat? Stream struggles. Oh ja, jij hoort het nog. Ja. Oh. Heb je misschien... Het lijkt wel een hond of zo. Ja. Kijk wel. Dory, moet ik een keer door de feest ofzo? Oh nee, heb je geen tijd, denk ik. Tom. Let's go, man. Oh ja! Oh ja, kom eraan, kom eraan. Oh, hij is heel nep. Ja. Oh, daarachter loopt een teammate. Die is aan het... Oh, die vond ik wel hard. Op Noord zit hij ongeveer. Daar liefst een teammate. Boor, kap eens even. We zijn aan het concentreren hier. Sowieso dat bosje. Oh nee, daarachter loopt. Met 70 damage slaan. Oh lekker, dan ga ik niet schokken slaan spelen. Oeh, hij is bijna dood. Lekker. Oh, ik ben sniperd op NA. Ja, ik ook dichtbij. Ik focus nu op jou. Ik heb een paar shields weg. Hij zit nu achter die boom. Ook hier nog één. Ik heb er één. Hij zit bij die boom nog, man. Yo, ik zie hem. Echt voor je. En hij is echt one shot dead. Ik heb hem. Lekker. Oh shit, zijn team kwam hier eerst hiervoor nog. Save alive. Oh ja, oh lekker. Zeg maar als je iets nodig hebt hoor, ik kan
Ja, wat mediums als het kan. Wat zei je? Medium bullets. Medium, dat is een... Het is voor assault. Oh kut, ja, ik heb echt 75 maar. Oh nee, 100. Nou, laat maar dan. Wacht. Nou, laat maar ja, hier liggen wel wat, pak die maar. Ik pak wel even de sniper kogels. Hier liggen nog assault kogels. Nog een bolt? Ja, die ligt ook naast. Oh, nice. En een wat AR voor jou. Yup. Lekker man, dat gaat nice. Sowieso nice. 632 kijkers, holy shit. Dat is wel echt een lekker aantal. 747 man. Echt? Wat? Ja. Oh, er komt eentje bij het pushen. Eentje pushen. Ik heb shield. Hij is bijna dood, één shot. Lekker, heb lekker. We verslinden iedereen gewoon. Sowieso man. Holy shit. Achtbold. Lekker, lekker. Lego! Lego! Oh, medkit. Ja, kan niet mee. Blauw tactical. Wat rockets? Kan... Heb je nog rockets trouwens? Wat heb je die... Ja, 24 man. Hier. Oké, dat is wel lekker. Dat heb je gedropt. Dan heb je iets van 40 volgens mij. Even goed rekenen. Nee, ja, 38 kan bijna. Oké, dit gaat lekker. Dit gaat heel lekker. Dit gaat heel erg lekker. Fort gebouwd, recht voor me op S. Er zit sowieso iemand in. Oh ja, daar. Ja, ja, ik zie hem ook lopen. Hij loopt erbij. Bij het fort. Hij staat nu even. Twee mensen. Ja. Oh shit. Lekker, man. Oké, let's go. Lekker, lekker. Laten we pushen, ja. Oh, jezus. Dat was een lekker snipe. Zeg maar, als jij nog 1 milliseconde had gewacht, had ik hem gehad. Oh, lekker, lekker. Dus we schoten allebei precies hetzelfde. Dat was wel een nice call out hoor. Ik had hem echt niet gezien daar. Ja, ik zag een fortje staan. Toen ging ik gewoon even spieken en toen... ik heb natuurlijk die grenade launcher, dus ik pomp gewoon dat hele gebeuren daar vol met die dingen. Oh ja, nice, inderdaad. Hoi, joh, dat was ook gewoon een verre afstand. Dat kan je nu ook gewoon zien van hoe ver. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Yes! Oh, sorry hoor. Dat... Lekker, lekker. Oké, okay, toefie man. Oké, lekker. Oh ja. Ik ga proberen te trackshotten man. Is goed. No scope in al die gebeurens? Ja, zoiets. Oh, nice. Tenzij die gewoon goed is. We moeten polsen hoe goed die gast is. Mm-hmm. Als we merken van, nou, dit is een guy die bouwt en die doet echt goede shit en zo, dan moet je hem gaan kopieën natuurlijk. Maar als we zien dat hij gewoon echt noob is, ja, dan moet je hem gewoon even lekker klikken. Ja. Ik ga even kijken, want ik voel dat hij binnen zit. Gewoon met mijn sniper en zo. Dat wordt echt awesome. Ik ga alvast mooie voorbereidingen doen. Is goed. Ik heb een launchpad, dus die kunnen we ook op zich een beetje gaan gebruiken. Oh ja, dat is dus echt geinig om te gebruiken, dude. Zullen we dat doen op een berg of heel hoog bouwen? Ja, sowieso. Even kijken een beetje in die bosjes. Ik ben hier nu een kunstwerk aan het maken. Oh ja, ik zie. Oké, wacht, dan bouw ik ook omhoog. Ik heb toch heel veel haar. Yes. Oké, ik doe de linkerkant. Jij hebt ik ga zo huilen als we nu doodgaan. Wacht, ik selecteer even mijn launchpad. Ja, oké, we moeten nu wel even gewoon, I don't know. Beetje oppassen, inderdaad. Zo, ik doe dit even dit, zo. Oh, ik hoor rockets! Daar is die guy. Waar is die? In de stad, ergens. Ik kan hem niet goed zien. Ik bedoel, die trap aan het krijgen. Nee, ik ben naar beneden gejumpt. Is goed, ik kom er ook aan. Vertrouw dit ook niet, je weet me nooit. Nee, ik wil gewoon even weten waar die is. En als ik weet waar die is, dan kunnen we daarna handelen. Maar als hij wel weet waar wij zijn en wij niet waar hij is, dan is het lastig. Ja, we kunnen dus hem ook in gaan boxen en dan... Je hebt bijna 1000 kijkers trouwens, man. Echt? Ja. Oh, hij zit achter het hekje, ik heb hem gespot. Ik ga hem kijken. Is goed. Het hekje van kapot. Ik vlieg over hem heen. Ik zit achter hem nu. Ik heb zijn volle kosten. Ik heb zijn volle focus. Nee! Waar is die? Oh, daar. Komt ie? Ja! Lekker, gast! Ik had nog een no-scope, man. Maar hij ging niet dood. Oh, het shield dan nog niet. Ja, hij had shit! Oh, ik zat dat hele ding onder trefste bonjour gewoon. Ja, je zat hem in te bouwen. Hij kon niks meer. Hij probeerde zo'n kooitje te stoppen. Hij heeft uiteindelijk gewoon geen damage gedaan. Echt, hè?